Yo, welkom bij Ambos Reviews. Deze week zelfs voor de tweede keer weer het nieuws gebracht natuurlijk door mij en XGN. We hebben heel veel shit. We hebben Juventus die niet meer in FIFA zit. Netflix wordt goedkoper op mobile only. We hebben Luigi's Mansion 3 release date. Genoeg nieuws om deze week weer te vertellen. Maar voordat we doorgaan, doe even dat belletje. Sub, like, sub op XGN, sub op mij, sub op alles. Maar genoeg geluld, let's go! Slecht nieuws voor alle FIFA-fans. Juventus zit niet meer in FIFA. Vanaf de nieuwe FIFA 20 zou Juventus er niet meer in zitten. Want Konami heeft een deal met ze dat ze vanaf dit seizoen, of eigenlijk is dat dan volgend seizoen, in Pro Evo zitten. De grote concurrent van FIFA. Je kan wel met een soort van Juventus club spelen met wel de bekende naam erin in FIFA. Dan gaat de club heten Piemonte Calonto, of weet ik veel. Maar dat heeft te maken met de streek waar ze vandaan komen. En de club krijgt dan ook andere kleuren. Maar je kan dan wel met Ronaldo spelen en een aantal andere spelers. Wel slecht nieuws voor FIFA. Want als Pro Evo dit natuurlijk nog meer gaat doen, dan ga je die verschuiving van clubs krijgen. Maar voorlopig is het alleen maar Juventus die deze deal gemaakt heeft. Goed nieuws voor iedereen die goedkopere abonnementen wil. En zeker een goedkoper abonnement van Netflix. Er is naar buiten gekomen dat ze testen gaan uitvoeren, waaronder in India, om mobile-only abonnementen uit te brengen. Wat gewoon inhoudt is dat je alleen op je mobile alle shit kan kijken van Netflix, maar dan wel goedkoper. Ik heb natuurlijk de reguliere abonnement dat je het op alles kan kijken. Maar hoe tof zou dat zijn dat als je wat minder te besteden hebt of toch alleen maar op mobile kijkt, dat je dan een goedkoper abonnementje kan nemen. Meer dan dit is ook niet bekend. Er zijn geen prijzen bekend wat dan het verschil zou zijn, of dat echt heel erg groot of miniem is. Maar het is wel duidelijk dat Netflix abonnementen wil verkopen om zo hun ledenaantal te vergroten. Mochten we hier meer over horen, dan laten we jullie dat natuurlijk weten. Behalve dat Nintendo mijn geld kan afpakken met de Switch Lite kunnen ze 31 oktober maar ook heel veel verjaardagscadeaus geven. Want Luigi's Mansion deel 3 komt uit 31 oktober op Halloween. Terwijl ik ook jarig ben. Dus fans, XGN, als je mij een cadeau wil geven, geef mij dan Luigi's Mansion 3. Exclusief op de Switch. De kleine groene man gaat weer spoken jagen. Gaat weer op pad. En hoe dope is dit dat er uiteindelijk een release date geannounced is door Nintendo, dat onze kleine groene vriend weer eens spoken gaat jagen. Zoals jullie inmiddels weten ben ik een mega fan van Borderlands 3. En als er iets uitkomt zit ik op de voorste rij en zit ik alweer op die hype train omdat ik de game wil gaan spelen. Er is een nieuwe trailer uit, die zie je hier spelen en die kan je natuurlijk ook checken bij XGN. Link staat hieronder in de description, waarin ze lekker staan te dansen op Happy Together en aan het schieten zijn. Een beetje die Guardians of the Galaxy vibe. Meer dan dat zie je niet. Je ziet niet echt nieuwe gameplay of nieuwe shit. Het is gewoon een toffe video. Als je fan bent, ga hem checken. Het ziet er gewoon dope uit. Wat niet veel mensen weten is, ik ben gek op horror. Helaas de boss lady thuis niet. Dus heel veel horrors moet ik in mijn eentje kijken. En dan heb ik ook veel schreeuw- en jankmomenten. En een van de horrors van de laatste tijd waar ik helemaal dope op ben gegaan is It. En het goede nieuws is, er is een hele dikke trailer uitgekomen van It Chapter 2, wat zich afspeelt 27 jaar later nadat de Losers Club It verslagen hebben. Spoiler alert. Check die trailer. Het ziet er gewoon fucking dope uit. De film komt uit in september. En luister, doe het licht uit. Ga alleen zitten en ga deze trailer kijken. Want ik weet zeker, je pist in je broek, je kakt in je broek. Je hangt in het plafond, want deze trailer is fucking eng. Twee kleine toffe weetjes voor alle Terminator fans. Er is geconfirmed, 1. Dat de T-800 die Arnold Schwarzenegger speelt niet de originele Terminator is uit Terminator 2 natuurlijk, maar een andere versie. Dat is op zich tof om te weten. En wel tof nieuws. De originele John Connor, Edward Furlong, komt weer terug om zijn rol te spelen als nu de oudere John Connor. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik niet kan wachten tot Terminator Dark Fate uitkomt. Hopelijk wordt de film een echte Terminator 2 sequel, zoals Terminator ook had moeten zijn. Bedankt voor het kijken naar Ambos Reviews. Dit was weer al het nieuws, entertainment, gaming, film, wat ik je kon geven. Vergeet natuurlijk niet nogmaals te subben, te liken. Ga naar XGN toe en sowieso
Hieronder in de description is de link naar IGN als je alles even chill wil nalezen en al hun toffe artikelen wil lezen. Al hun reviews, alle shit die ze daar hebben. Thanks voor het kijken. Volgende week vrijdag ben ik weer terug. En tot later.